Het slijpen van een mes. Het slijpen van een mes kan eenvoudig zijn. Het kan ook heel snel zijn. Dat ligt een beetje aan de conditie van het mes. We gaan deze slijpen. Hij is nu in redelijk goede conditie. Redelijk. Maar een stukje kant kan ik er niet mee snijden. En dat kan ietsje beter. We gaan hem nog even wat botter maken voor deze demonstratie. Dus ik ga hem even langs de zijkant van de steen halen om te zorgen dat hij echt heel bot is. Nou, dit. Zo zou je mes voelen na 2-3 maanden gebruik. Ter illustratie. Er gebeurt niks. Hij scheurt alleen maar. Hij pakt geen krant. Dus gaan hem slijpen. Wat belangrijk is bij het slijpen is dat je mes recht is. Dus als je begint, check het mes goed. Kijk vanaf de rug langs de hele lengte van het mes. Als je een beetje buiging ziet, kijk dan eerst of de snede ook gebogen is. Soms is het met een handgesmeed mes moeilijk te zien of de rug mooi recht loopt. En kan je dat beter aan de snede zien. De snede moet namelijk wel kaarslecht. En soms zit er hier een kleine kronkel in, maar loopt de snede wel recht, dan is het eigenlijk goed. Maar check dit goed, want dit zal je resultaat echt aanzienlijk verbeteren. Daarnaast is het belangrijk dat je een platte steen hebt. Als je slijpt, verwijder je natuurlijk niet alleen metaal, maar ook steen. Dat ligt een beetje aan je steen hoe snel en hoeveel steen er eigenlijk loskomt tijdens het slijpen. Dus een platte steen is belangrijk. Dit is een diamanten plaat die altijd plat is, want hij zit op een aluminium basis met handvatten aan. Ook heel handig. En deze is heel grof, waardoor je dus snel je steen plat hebt. Als je dan niet zeker weet of je steen plat is, kan je altijd met een potlood een ruitje erop tekenen of een paar krassen maken. En als je dan met je afvlaksteen blijft afvlakken totdat al het potlood weg is, dan weet je zeker dat je steen mooi plat is. We gaan alleen de snede slijpen van dit mes. Dit mes is vrij nieuw en hoeft niet uitgedund te worden. Uitdunnen is het slijpen van de primaire snede, dus eigenlijk een veel groter vlak aan de zijkant van het mes. Wat je dus af en toe moet doen om ervoor te zorgen dat je hetzelfde snijgevoel behoudt. Als je je mes gebruikt, als je mes slijpt, dan slijp je over het algemeen alleen de snede en je verwijdert dus metaal daarop. Wat eigenlijk betekent dat je snede langzaam steeds verder in het mes zakt en dus dikker wordt. Dus de dunheid van dit stukje hier geeft aan hoe lekker het mes eigenlijk snijdt. Dus dat wil je eigenlijk altijd zo dun mogelijk hebben, zonder dat het kwetsbaar wordt. Daarom is het belangrijk om af en toe, op den duur, ook de zijkant van je mes te slijpen. Eigenlijk is dat de primaire snede. Bij dit mes is het makkelijk aangegeven. Dus vanaf deze middenlijn begint de afloop naar de snede. En dit vlak heet de kirea. Dat moet je ook af en toe slijpen. Hier begint eigenlijk het slijpen pas interessant te worden, maar kan het ook heel frustrerend zijn en moeilijk. Want om dit weer met zo'n egaal resultaat af te werken en zo krasvrij te maken is vrij ingewikkeld en kan ook heel tijdrovend zijn. Dit kan je ook heel erg goed laten doen door professionals en zelf alleen thuis de snede onderhouden. Want dit vlak, ja, zo recht als het nu lijkt, hoeft niet per se recht te zijn. Hoe hoger de kwaliteit van het mes, hoe rechter het is en hoe constanter het geslepen is. En hoe makkelijker het dus te onderhouden is. Maar niet elk mes heeft zo'n constant geslepen zijkant. Waardoor je dus een grote kans hebt dat je finish zoals die nu is verloren gaat als je er zelf mee aan de slag gaat. Maar het is absoluut heel erg belangrijk voor het behoud van het lekkere snijgevoel. Want als je je mes niet uitdunt, dan zal die snede op een gegeven moment zodanig dik zijn. Eigenlijk wordt die steeds dikker en wordt de hoek steeds groter. En zal je mes eerder gaan splijten dan snijden. Dit is carbonstaal, white paper steel nummer 2. Dus dat zal behoorlijk goed slijpen. Als het roestvrij staal is, slijpt het echt iets minder makkelijk. Iets langzamer ook. Het slijpen zelf is redelijk eenvoudig. Je slijpt één kant van het mes, waardoor je een braampje creëert aan de andere kant. Een braampje is echt een vliebeltje staal wat je wegduwt en wat aan de andere kant gaat zitten. Dat kan je voelen. Je slijpt ook één kant totdat je een braampje hebt. En dat braampje moet eigenlijk langs de hele lengte van het mes even dik zijn. En dan weet je dat je dus op deze kant evenveel metaal hebt verwijderd langs de snede en dat je constant aan het slijpen bent. Je moet dat ook goed checken door de breedte van het vlak wat je aan het slijpen bent, goed te checken. Als je een constante braam hebt langs de hele lengte van je mes, dan kan je bezig met de andere kant. Dat gaan we nu doen. Dit is een 500 grit steen. Een grit is de eenheid, de grofheid van de steen. 500 is redelijk grof. Niet heel erg grof, maar redelijk grof. 1000 is een beetje het middenpunt. Als je mes in slechte conditie is of erg bot is, is het makkelijk om wat lager te beginnen. Dus tussen de 400 en de 800, zodat je gewoon sneller bent. Je kan elk mes slijpen op een hele fijne steen, maar het duurt gewoon heel lang. En hoe langer het duurt, hoe frustrerender het ook kan zijn.
Op 500 verwijder je echt wat sneller metaal. En dus is het makkelijker om dat constant te doen. Het werk wat we nu gaan doen op de 500, het werk eigenlijk op je eerste steen waar je mee begint, is het allerbelangrijkste. Dat is echt de basis van je snede. Die bepaalt echt de hoek. Als je dat niet constant zou doen, dan zou je later ook geen constant resultaat kunnen krijgen op de fijnere stenen. Dus de 500 is belangrijk. En eigenlijk is je eerste steen over het algemeen heel erg belangrijk. We gaan aan de slag. We gaan eerst deze kant slijpen. De hoek van het mes is belangrijk. Het slijpen kan op vele manieren. Het liefst op een whetstone en met verschillende setups eigenlijk. Dit is een vrij eenvoudige plastic bak met water, met een plankje. Daaronder zit een plankje waardoor die vast zit. En met een doekje erop, zodat mijn steen blijft liggen. Je kan ook naast de wasbak slijpen op een geel doekje. Op een blok hout, zodat je wat hoger staat. Je hebt ook hele ingewikkelde systemen daarvoor met een uitschuifbare brug die je altijd in je wasbak kan zetten. Lopend water is fijn, want dat betekent schoon water. Op deze steen zitten redelijk grove korrels en als ik die korrels per ongeluk zou meenemen naar mijn hele fijne steen, dan zou dat mijn resultaat beïnvloeden. Dus schoon water is fijn. Je wil ook altijd je stenen schoon houden. Je werkplek überhaupt wil je schoon houden. Dus een lopende kraan is fijn. Sommige stenen moeten geweekt worden en sommige niet. Dit is een splash and go stone. Dat betekent dat ik eigenlijk met een beetje water erop gelijk kan slijpen. Er zijn stenen, dat zijn soaking stones, die moeten 5 tot 15 minuten in het water liggen. Als je niet zeker weet welke je hebt, leg ze dan in water. Als er bubbeltjes uitkomen, moet je wachten totdat de bubbeltjes weg zijn. En als er geen bubbeltjes uitkomen, kan je gewoon gelijk aan de slag. Een sponsje erbij is fijn. Je gaat behoorlijk wat modder creëren. Een combinatie van de steen en metaal. En je wil natuurlijk eigenlijk regelmatig checken of je constant aan het slijpen bent. En dat is soms moeilijk te zien als er veel prut op je mes zit. Dus water überhaupt is fijn. En een sponsje is fijn zodat je de viezigheid eraf kan vegen en goed kan kijken wat je aan het doen bent. Ik heb net mijn steen plat gemaakt. Mijn mes is plat. Mijn mes is schoon, ook belangrijk. Mijn werkplek is schoon. En we kunnen gaan slijpen. Belangrijk bij het slijpen is de hoek. Bij elk mes wat je slijpt, kan je je eigen hoek kiezen. Maar ik raad eigenlijk aan om altijd de hoek vol te houden die het mes heeft. Als je toch een wat sterker mes wil, dan ga je voor een hogere hoek. Als je de hoek verandert, is het gewoon heel belangrijk dat je constant bent. Dus dat je hier dezelfde hoek hebt als hier, zodat je een constant resultaat krijgt. En dus een constante snede met een fijn snijgevoel. De hoek vinden is vrij eenvoudig. Leg je mes plat neer en druk bij de snede. Nu zal de snede nog steeds niet op de steen liggen. En om dat te checken, ga je met je nagel tegen de snede aan. Doe het voorzichtig, je kan jezelf natuurlijk snijden. Mijn nagel blijft nu haken, dus ik weet zeker dat die snede nog niet plat op de steen ligt. Ik kantel langzaam het mes, totdat mijn nagel eigenlijk over het mes heen schiet. Nu kan ik de snede niet meer pakken, dus ik weet 100% zeker dat de uiterste snede, dus de secundaire snede, eigenlijk plat op de steen ligt. Nou, dat is mijn hoek. Mijn pols hou ik zo. En ik weet dus nu met welke hoek ik ga slijpen. Pols hou je eigenlijk altijd vast en dan beweeg je alleen je elleboog om het mes te sturen. Dus als je hier bij de ronding komt, dan zal je wat meer naar buiten moeten om dezelfde hoek vol te houden. Met deze hand begeleid je het mes. Dus met deze hand zet je de druk. Deze doet het meeste werk. Hiermee is het belangrijk dat je langzaam over de lengte van het mes kruipt. Handig is in het begin om je mes op te delen in 3 gedeeltes. Dus je hebt de hak, de buik en de punt. Slijp eerst de hak, slijp dan de buik en slijp dan de punt. Niet helemaal totdat je een braam hebt. Dan krijg je een inconsistent resultaat. Maar probeer het heel egaal te doen. Het makkelijkste is misschien wel in het begin om echt je slagen te tellen. Dus echt de halen die je maakt te tellen. Zodat je zeker weet dat je overal veel metaal verwijdert. Maar hou die braam in de gaten. Dat is eigenlijk het makkelijkst. Dus de hoek hebben we gevonden. We kunnen gaan slijpen. Ik begin altijd bij de hak. Als je van je af beweegt, zet je iets meer druk dan naar je toe. Hier laat je een beetje los. Als je dat niet doet, heb je kans dat je mes de steen inslijpt, zeker met een zachte steen. En dan maak je ofwel schade aan je steen of aan het mes. Zonde, dat hoeft niet. Ik doe eerst de hak, het platte gedeelte. En ik kruip een beetje met mijn vingers omhoog en weer even terug. Ik hou wel constant mijn duim op de hak, zodat hij eigenlijk altijd contact blijft maken. En dan ga ik checken. Dus ik maak hem schoon. Ik zie eigenlijk heel duidelijk dat ik een heel klein stukje geslepen heb. En hier is dat vlak even dik als hier. Dus de hoek is hetzelfde ongeveer. Dat is een beetje indicatie. En ik voel eventjes of ik een braampje heb. Nou, die is er nog niet. Maar voordat we hier een braam gaan creëren, gaan we eerst ook de rest van de snede slijpen totdat we een gehele braam hebben. Dus we hebben de hoek gevonden. We beginnen bij de hak. En we werken langzaam omhoog. Mijn vingers kruipen langzaam naar het punt toe.
En je zal zien dat als ik bij de buik van het mes kom, dat mijn elleboog een klein beetje naar buiten draait om dezelfde hoek te kunnen volhouden. Als ik dat niet zou doen, dan zou de hoek eigenlijk veranderen, omdat het mes de andere kant op krult en krijg je dus een inconsistent resultaat. Dus je wil altijd een beetje meebewegen om diezelfde hoek vol te houden. Als je dit nou moeilijk vindt, kan je altijd met een viltstift de snede van je mes inkleuren. En als je dan aan het slijpen bent, zie je precies waar je staal verwijdert en waar niet. Dan zie je ook precies de breedte van het vlak waar je mee snijdt. En dat kan heel erg helpen om ervoor te zorgen dat je constant bent. We gaan nu slijpen totdat we een braam hebben. Weer checken. Ben je goed bezig? Ja, hier is de snede die ik aan het slijpen ben even dik als hier en als hier en als hier. Dat betekent dat ik eigenlijk geen rare bewegingen maak met mijn pols en de hoek constant is en goed. Nu voel ik een braam, eigenlijk langs de hele lengte van het mes. Heel licht, maar hij is er wel. Op een grof steen krijg je sneller een grote braam. Vooral belangrijk is dat hij hier even aanwezig is als op de rest van het mes. Als dat het geval is, dan kan je naar de andere kant. Dus je wil eigenlijk nu de braam weer terug flippen en uiteindelijk helemaal verwijderen. Daar komen we zo op. Het verwijderen van de braam is een van de belangrijkste dingen. Ik ga nu de andere kant slijpen en ik doe weer hetzelfde. Dus ik ga weer de hoek checken. Ik leg het mes weer plat. Met mijn nagel ga ik er tegenaan en ik blijf hem kantelen totdat ik niet meer met mijn nagel de snede kan pakken. Zo. Dus die hoek hou ik vast. Nu begin ik weer bij de hak en nu zet je dus druk als het mes naar je toe komt in plaats van je af. Want de snede beweegt van de steen af. En als ik weer naar voren ga, dan laat ik een beetje los. Om ervoor te zorgen dat mijn mes niet in de steen bijt. En weer checken. Ik zie echt langs de hele lengte een heel klein spiegelend vlak wat ik aan het slijpen ben. Hier weer even dik als hier en hier en hier. Maar nog geen braam. Hij is er wel. Hij kan ietsje dikker. Ja, om ervoor te zorgen dat we een duidelijke snede krijgen. Dus ik blijf nog eventjes doorgaan. Je doet op deze kant eigenlijk precies het tegenovergestelde als op de andere kant. Waarbij je op deze kant naar buiten draait om de bolling van het mes te volgen. En bij de andere kant draai je juist met je elleboog naar binnen. Nu heb ik een duidelijke braam, groot genoeg. Hij hoeft ook eigenlijk helemaal niet groot te zijn als hij maar voelbaar is langs de hele lengte. Dus nu ga ik weer naar de andere kant. Ik flip altijd de braam twee keer, dus ik wil dat de braam twee keer aan elke kant van het mes heeft gezeten. Dus ik zet hem nu weer aan de andere kant. En zodra je een braam hebt, zal je hem dus ook sneller voelen. Is het niet nodig om lang door te slijpen, want dan verwijder je eigenlijk alleen maar onnodig materiaal, wat zonde is. En nu zit hij weer aan de andere kant. Dus nu is hij eigenlijk twee keer aan beide kanten van het mes geweest. En nu is het tijd om de braam te verwijderen. Dat doe ik altijd door te stroppen. Stroppen is eigenlijk het slijpen van het mes in één beweging en dan om en om. Bij carbonstaal zal de braam makkelijker verwijderen dan bij roestvrij staal. Soms moet je echt iets langer en meer aandacht besteden bij het verwijderen van de braam bij roestvrij staal. Hier zal het vrij makkelijk gaan, dus ik begin met 5 keer aan de ene kant. Dus ik haal eigenlijk het mes langs de steen, waarbij de snede van de steen afbeweegt in één vloeiende beweging. Dat zorgt ook voor een constant kraspatroon eigenlijk langs de snede. De druk is heel belangrijk hierbij, want je wil die heel licht en constant houden. Je moet eigenlijk nooit hard gaan duwen op je mes. Het gewicht van je hand is goed genoeg. Soms heb je namelijk niet een vlakke steen en dan heb je kans dat je het mes duwt, buigt en dus een inconsistent resultaat krijgt. Ik doe het 5 keer aan deze kant. 5. En dan ga ik naar de andere kant. Nu zit de braam weer aan deze kant. En wat dit doet, dus het heel erg flippen van de braam, zorgt er eigenlijk voor dat hij veel makkelijker eraf valt. Wat je niet wil, is als je mes klaar is, dat er een restant braam op je snede blijft. Het zorgt ervoor dat je mes een stuk sneller bot wordt en je binnen een week weer naar de slijpstenen moet. Je wil hem helemaal verwijderen, zodat je een schone snede hebt. Nu de andere kant. Begin ik bij de punt, weer met dezelfde hoek.
En langzaam volg ik die ronding en laat ik hem zo over de steen glijden. Ook weer 5 keer. Nu doe ik het 3 keer. En nu ga ik het om en om doen. Om en om, nog ongeveer 5 keer. Nu is er een groot deel van de braam verwijderd, als het goed is. Om ervoor te zorgen dat die braam helemaal weggaat, haal ik het liefst door een stukje kurk heen. Je kan ook je broek gebruiken. Je kan hem bijvoorbeeld zo op je broek eraf halen. Je kan hem door een stukje hout halen. Een stukje kurk vind ik heel makkelijk, omdat je hem ook nog een soort van kan stroppen. Heel grof, op een hoge hoek, zodat je echt de braam verwijdert. Dit kan best wel grof op je eerste steen, omdat we toch nog naar een volgende steen gaan. Om te checken of hij goed verwijderd is, kan je heel zachtjes je duim tegen het mes aanzetten. Als je voelt dat hij echt gelijk gaat happen, dan heb je het goed gedaan. Iets veiliger methode is het mes op je duimnagel te zetten of op een andere nagel. En als je je duimnagel niet kan bewegen, dus ik probeer nu eigenlijk zo te doen, met hele lichte druk, want pas op, het kan misgaan. Ik kan mijn duim niet bewegen, dus dat betekent dat de apex van het mes, de snede, schoon is, geen braam meer op zit en graag wil snijden. Droog je mes even af, maak hem schoon. Want je wil niet dat er modder van deze steen meegaat naar de volgende steen. Deze kan aan de kant. En we pakken nu de 1000 grit. De categorie 1000 tot 3000 is een beetje de middenmoot. Alles daaronder is voor het grove werk en alles daarboven is voor het hele fijne werk. Ik zelf vind het heel fijn om niet al te hoog te eindigen. We gaan zo eindigen op 4000 grit. Maar je kan tot 6000, 8000, je kan zelfs tot 30.000 gaan als je dat wil. Het eindigen op 4000 vind ik fijn omdat je nog een lekker happerig gevoel hebt van je snede. Dat heb je bij 6000 ook wel, maar minder. Ligt een beetje aan je mes tot waar je wil gaan. En vaak zijn de hogere stenen, dus van 4000 tot 30.000 zijn polijststenen die je gebruikt om de zijkant van je mes te polijsten. We gaan deze steen weer afvlakken. Ik maak hem een beetje nat. Zorg dat je afvlaksteen ook schoon is, zodat er ook geen korrels van de vorige steen weer op deze steen terechtkomen. Hij is plat, we kunnen beginnen. We gaan op deze steen exact hetzelfde doen als we op de 500 hebben gedaan. Dus weer 2 keer de braam aan elke kant, het stroppen en vervolgens de braam verwijderen. En dan kunnen we door naar de 4000. En daar eindigt het eigenlijk. Voor de zekerheid gaan we weer de hoek vinden. Daar is hij. En ik ga beginnen. Ja, weer een braam langs de hele lengte. Goed checken. Een stuk kleiner dan op de 500 en een stuk minder goed voelbaar. Maar hij is er zeker. Dit zal misschien een beetje oefening vergen. Het is soms moeilijk te bepalen of je echt een braam hebt of niet. Als je een braam hebt, dan voel je hem wel duidelijk. Zeker op een grove steen ga je hem echt duidelijk voelen als hij er is. Andere kant weer, exact hetzelfde. En nu zit hij alweer aan de andere kant. Daarom is het werk wat je op je eerste steen doet ook het belangrijkste. Als je constant daarmee bent geweest en je hebt dat goed gedaan, dan is het werk op de volgende stenen eigenlijk vrij eenvoudig en zal dat snel gaan ook. Het is nu heel erg belangrijk dat je echt niet een andere hoek pakt of dat je gaat wiebelen met je mes. Het is namelijk nu heel makkelijk om je snede af te ronden en dan kan je eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Deze kant nog een keer. Ja. Ja, hij is er weer 2 keer aan elke kant geweest nu en nu gaan we weer stroppen om de braam uit te dunnen en uiteindelijk te verwijderen. 7 keer aan de ene kant. En 7 keer aan de andere kant. Vijf. Drie. En hierna ga ik om en om nog 5 keer. Dit hoef je niet bij elk mes zo secuur te doen of zo vaak. Soms is 5 keer om en om genoeg. Maar je wil in ieder geval zeker weten dat je de braam goed verwijdert. Ik ga het nu nog een keer doen op een stukje kurk op een wat hogere hoek. En dan haal ik hem er doorheen. En ik ga weer checken. Hij bijt ontzettend nu. En mijn nagel gaat nergens heen. Dus we kunnen door.
Je zou nu kunnen eindigen. Dus een snede vanaf de 1000 is praktisch. Kan heel fijn zijn. Het heeft namelijk een ontzettend happerig gevoel. Een tomaat. Hij bijt ontzettend in een tomaat. Maar je snede is wel wat zwakker dan dat je zou eindigen op een wat hogere steen. Je hebt natuurlijk krassen. Je hebt kleine tandjes waardoor je die happerigheid hebt. Die tandjes kunnen iets makkelijker los van elkaar buigen, afbreken. Waardoor je qua scherpte behoud iets minder lang scherp blijvend mes hebt. Dus ik raad altijd aan om nog één hoger te gaan. Maar goed, als je dit fijn vindt, ja, dan is dat heel erg goed. Bijvoorbeeld je grote werkpaardmes die je gebruikt om alleen maar soepgroenten te snijden. Ja, is heel fijn om op 1000 te eindigen. Want het is gewoon snel. Het heeft een ontzettend fijn gevoel. Maar 4000 is nog iets fijner. Ik weet niet, het is allemaal zo'n persoonlijke voorkeur. De 4000 steen, die moet ook plat zijn. Die maak ik liever niet plat met mijn hele grove aflaksteen. Want dan krijg je redelijk diepe krassen in je steen. Waardoor je eigenlijk je steen veel sneller dan nodig is opgebruikt. Want een 4000 steen geeft ook echt minder snel modder af dan een wat grovere steen. Deze is iets harder. Deze hou ik eigenlijk bij met een Nagura. Een Nagura is een klein blokje. Het kan van alles zijn. Het kan ook een roestgummetje zijn om hem af te vlakken. Het fijne aan een Nagura is dat deze ook een beetje modder afgeeft. Dus dit is een hele fijne, waarmee je de oppervlakte van je steen bewerkt. Je verbetert ook echt het oppervlakte. En je krijgt dus een beetje slijpgruis van de Nagura zelf. Die komen ook in vele varianten. Slijpen met een beetje modder is altijd prettig. En soms kunnen harde stenen niet zo snel modder afgeven. Dus is een Nagura gebruiken prettig. Terwijl je ook het oppervlakte van je steen een beetje bijhoudt. Dus het afvlakken met een hele grove afvlaksteen kan zonde zijn. En kan echt je resultaat ook beïnvloeden. Omdat je een onregelmatig oppervlakte op je fijne steen krijgt. En nu gaan we weer exact hetzelfde doen als we op de twee voorgaande stenen hebben gedaan. Dus een braam creëren aan de ene kant. Die willen we twee keer aan elke kant en dan gaan we stroppen. We gaan de hoek weer vinden. Doe het gewoon elke keer, zodat je zo constant mogelijk bent. Ja, dit is echt polijsten. Je bent minimale hoeveelheden staal aan het verwijderen. En je zorgt er eigenlijk alleen voor dat je de krassen verwijdert van de vorige steen. Zodat je een mooie sterke snede krijgt. 4000 kan echt nog wel een stuk grover. Dus je verwijdert niet alle krassen. Maar wel een deel. Terwijl je wel het happerige gevoel houdt. De braam van deze steen zal ook een stuk kleiner zijn. Blijven checken je snede. Blijf het ook vooral inkleuren met een viltstift. Als je niet zeker weet of je het goed aan het doen bent. Maar je wilt in alle tijden zeker weten dat hetgene wat je slijpt, dus het oppervlakte, hier even breed is als hier en hier en hier. Langs de hele lengte van je mes, zodat je een constant resultaat krijgt. De braam zit aan deze kant, dus we gaan deze kant nu slijpen. Ja, nu kunnen we weer naar de andere kant. En de laatste keer deze kant. Goed checken weer. Pas op dat je zelf niet snijdt. Dus de braam is nu weer twee keer aan beide kanten geweest. Nu gaan we weer stroppen. Eigenlijk is op je laatste steen het meest belangrijk dat je de braam goed verwijdert. We gaan er straks ook nog stroppen op leer. Leer zorgt ervoor dat echt alle restjes braam weg zijn. Wat er erg aan te raden is, als je geen leer hebt, kan je hem ook over een stukje krant halen. Krant werkt namelijk bijna hetzelfde. Leer doet het iets beter, maar een blokje hout met een stukje krant erop. En dan deze beweging is ook erg goed voor het verwijderen van de braam. En nog een laatste polijsting van je snede. 7 keer, 5 keer, 3 keer en nu 5 keer om en om. Dit stroppen op een fijne steen is eigenlijk de ideale manier van het aanzetten van je mes. Je hebt natuurlijk aanzetstalen, zowel keramisch, diamant of gewoon ijzeren. De techniek daarvan kan redelijk moeilijk zijn. En op een steen is dat echt iets makkelijker om constant te doen, met constante druk in dezelfde hoek. En als je een fijne steen hebt, kan je zowel een droge als een natte steen gebruiken om even je mes bij te werken. Met dit mes zou je dit 1 keer in de maand kunnen doen, om ervoor te zorgen dat je mes altijd lekker scherp is. En dan 1 keer in het kwartaal, 1 keer in de 5 maanden, een iets wat grotere slijpbeurt geven. Ik haal hem weer langs een stukje kurk. Dit kan ook gewoon een wijnkurk zijn waar je hem doorheen kan halen. Doe je het 2 keer. En ik voel nu een heel happerig, fijn, schone snede zonder braam, als het goed is. Nu het leer. Dit is een blokje leer. Dat kan ook krant zijn.
Hier doe je weer dezelfde beweging op, om en om, een paar keer, zodat je de laatste bramen verwijdert en zeker weet dat je een schone snede hebt. Je wil echt geen braam op je snede hebben zitten. Zo. Nog een keer checken. Ja, een goede manier om te checken of je de braam correct hebt verwijderd is een stukje krant snijden, dun papier. En je hoort heel erg goed of je mes blijft haperen. Als je mes blijft haperen, dan is de kans groot dat je nog een vliebeltje staal erop hebt. Dus dan kan je nog een paar keer op leer stroppen of op je fijne steen om te zorgen dat dat weg is. En je hoort het ook. Dus je hoort als het goed is. Hij blijft nergens haken. Heel happerig. Hij wil gelijk. Wil hij de krant snijden eigenlijk. En dat betekent dat je dat dus goed hebt gedaan. En je kan er ook nog mee scheren. Als je bijvoorbeeld zou eindigen op je 4000 en je verwijdert je braam goed. Als je daarna nog stropt op leer of op krant, kan je waarschijnlijk ook nog scheren met je mes. Scheren betekent eigenlijk dat je ook een hele schone snede hebt. Dus dat er geen braam meer zit. Als er nog een vliebeltje staal zou zitten, dan zou het scheren heel erg moeilijk gaan. Die laatste polijsting op krant of op leer zorgt echt wel voor een fijn gepolijst resultaat. Heel dun, alleen de koba. Voor het scherptebehoud van je mes zijn er natuurlijk ook naast de behandeling van het staal of het staal überhaupt andere aspecten die je mes sneller bot kunnen maken. Goede snijplank is erg belangrijk. Glas moet je natuurlijk niet doen. Bamboe is ook erg hard aan elkaar gelijmd en dat wil je liever niet gebruiken. Een goede kwaliteit professionele kunststoffen snijplank of een medium hard hout is goed. Eiken net iets te hard, beuken is bijvoorbeeld goed en je hebt ook vele Japanse houtsoorten die erg geschikt zijn om op te snijden. Als je wil beginnen met slijpen, wat een hele leuke hobby is en wat ook erg goed is voor de levensduur van je mes, zal het een redelijke tijdsinvestering zijn. Het kan frustrerend zijn, maar je moet het even in de vingers krijgen. Een kleine investering is nodig, je hebt wat slijpstenen nodig en over het algemeen wil je altijd wel meerdere grofheden. Er zijn verschillende soorten combinatiestenen die erg betaalbaar zijn en dan hoef je niet te diep in de buidel te tasten. Ik raad wel aan om op een redelijke kwaliteit mes te beginnen. Dus als je gaat slijpen en je zou je hele bottenmes van de IKEA of de Blokker pakken, dan wordt het niet een leuke ervaring en kan het snel frustrerend worden. Roestvrij staal is dat over het algemeen. Dat wil überhaupt al iets moeilijker slijpen, maar zeker eentje van wat lagere kwaliteit zoals de IKEA of de Blokker. Carbonstaal raad ik wel echt aan om mee te beginnen. Daar krijg je het snelste resultaat mee. Dus kan je sneller beter worden. En krijg je sneller feedback over wat je eigenlijk aan het doen bent. Maar een redelijke kwaliteit roestvrij staal is ook goed te doen. Je wil natuurlijk niet gelijk beginnen op je allerduurste mes. Begrijpelijk. Je kan bij de toko proberen een carbonstalen mesje te kopen van 20 euro. Daarmee te beginnen. Voel hoe het is om een braam te creëren. Voel hoe het is om het te verwijderen. Überhaupt het slijpen. De techniek kan je het makkelijkste oefenen op een hele fijne steen. Zodat je niet veel materiaal verwijdert. Of bijna geen. Dus als je een fout maakt, zal het een minimale fout zijn. En begin met de snede. Zorg goed dat je die hoek goed hebt. En pas als je je mes scherp weten te krijgen en dat hij ook een redelijke tijd scherp blijft, ga dan pas beginnen met uitdunnen. Want je kan je mes zodanig beschadigen dat je hem niet meer wil gebruiken. En dat hij echt weer professioneel geslepen moet worden of gepolijst moet worden. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.